De geschiedenis van het hoorspel. De laatste van 4 documentaires over de ontwikkelingsgeschiedenis van het hoorspel. Samenstelling, productie en regie, Leon Povel. In de voorgaande afleveringen van deze serie is voortdurend het geluid ter sprake gekomen. Maar afgezien van de aandacht die we besteed hebben aan de plaats die het geluid in het hoorspel innam, zijn we er toen niet dieper op ingegaan. Het was namelijk een apart hoofdstuk waard. Daar zijn we er nu aan toe. Zelfs het meest subtiele literaire spel van tegenwoordig, waarin ook maar elke suggestie van geluid ontbreekt, is eigenlijk voortgekomen uit het geluidenhoorspel, waarmee de hoorspelgeschiedenis min of meer begon. Geluid was realiteit. En wat was er heerlijker en overtuigender in die eerste jaren dan de realiteit in de huiskamer brengen. Zoals of de luisteraar er zelf bij is, het zelf beleeft. Het groeide uit tot een geluidsmanie, tot een geluidencultus, zou je haast zeggen. Na een jaar of 10 kwam men in Duitsland tot het inzicht dat je met al die reportageachtige producten, wat het hoorspel betreft, toch eigenlijk niet op de goede weg was. In Engeland bleef de ontwikkeling doorgaan tot een technische perfectie. Dramatisch genoeg werd dit verkeerde principe er letterlijk uitgeslagen door Duitse bommen op Londen. Er bleef nog maar een minimale technische noodapparatuur ter beschikking en een enkele studioruimte. Ja, wat konden de BBC-mensen die zo verwend waren met technisch verfijnde en gedetailleerde studioruimten en instrumenten nog doen? Ze werden aldus gedwongen zich op de essentie van het hoorspel te bezinnen en die essentie lag niet bij het geluid, maar bij het woord. Dit nieuwe inzicht heeft een snelle opbloei voor het hoorspel ten gevolge gehad, waarmee Engeland, Duitsland al voorbijgestreefd was, toen daar in 1947 met Borchert's Draußen vor der Tür het eerste teken voor een artistieke ontmoeting met de literaire mogelijkheden van het hoorspel viel waar te nemen. Toch is het, zoals gezegd, helemaal niet zo verwonderlijk dat geluid aanvankelijk zo'n grote plaats innam. We kunnen nu wel misschien een beetje neerzien op die exploitatie van het geluid, maar we mogen niet vergeten dat men toen, 40, 45 jaar geleden, nog niet wist wat men met radio kon doen en welke mogelijkheden er voor het hoorspel open lagen. Dat moest allemaal proefondervindelijk gebeuren. En er werd geluisterd. En hoe? En het is ook niet waarschijnlijk dat door protesten van luisteraars tegen het uitbundig gebruik van het geluid het hoorspel gedwongen werd andere wegen in te slaan. Het omgekeerde is eerder waar, dat de hoorspelmakers hun luisterend publiek gaandeweg hebben moeten voorgaan, vertrouwd maken met nieuwe vormen, nieuwe uitdrukkingsmiddelen, nieuwe stijlen, tot in de absurdistische hoorspelen van heden toe. Dat is trouwens altijd zo geweest bij alle vormen van kunst, denken we maar aan de schilderkunst. Dat geluid nu vormde vooral in de beginjaren een groot probleem. De apparaturen waren primitief en weinig gevoelig. Opnamesystemen werden nog niet gebruikt. Hoe deed men het vroeger dan? We gaan weer eens te raden bij de pioniers van de Nederlandse omroepen en beginnen bij Willem Vocht. Luiden waren toen niet beschikbaar zoals het nu gaat. Dat je naar de discotheek gaat en alle mogelijke geluiden kunt krijgen. Maar als wij een of ander effect moesten hebben, ik neem bijvoorbeeld aan, we moesten eens een blaffende hond hebben. Nou, een blaffende hond konden we op geen andere wijze krijgen dan een echte blaffende hond. En nu had ik een grote herdershond op mijn bovenverdieping en nu lieten we een man die op onbegrijpelijke wijze, want die hond kwispelde tegen Weitzel en alle mogelijke mensen van het huis, maar één man kon hij niet zetten. En die lieten we dan de trap opgaan, terwijl hij op de overloop, die hond op de overloop werd geplaatst. En begon dan woef, 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 woef. En dat werd dan in de uitzending, dat moest dan heel goed getimed worden. Want grammofoonplaten waren er in het begin ook nog niet, om dat in te lassen. Nou ja, moest er een rinkelend effect, ik weet wel dat we toen eens een hoorspelletje maakten van P.G. Wodehouse, de bekende Engelse humorist. En dat heette The Adventure of the Kid Clementine. En daarbij moest Worcester,
de held van het verhaal, op een oranjerie klimmen, helemaal van glas, en moest daar doorheen vallen, zodat een geweldige rinkelend glas gehoord moest worden. Wat in het boek dan genoemd wordt, het was een geluid alsof de Albert Hall Memorial viel in het Crystal Palace. Begrijpt u? Nou, dat moesten we dus nabootsen, dat was geen geringe opgave. En toen hebben we dan een kist, geruime tijd van tevoren een kist, waarin alle mogelijke scherven van borden, kopjes, schoteltjes en zo verzameld waren. Die werd van de keldertrap gesmeten. En op het moment dat het gebeuren moest natuurlijk. Er werd natuurlijk wel wat ingezwelligd, omdat een zekere professionele trots zat er wel in. Als je een moeilijk geluid op de een of andere wijze kon nabootsen. Er kwamen zelfs geluidsexperts, mensen die allerlei geluiden konden maken, die kwamen zich aanbieden. En in de tijd dat we toen eigen grammofoonplaten konden maken, konden we die dan opnemen. En over zo'n geluidenexpert kan ons Toon Rammelt nog iets meer vertellen. Ik herinner me nog dat er toen een Amerikaan kwam met een Italiaanse naam, Count Cutelli heette die man. En dat Count Cutelli toen, en daar stonden we allemaal naar te kijken als naar een wondermens, dat hij toen akoestische apparaten ging maken waarmee wij geluidsdecor konden maken. Dat zag er buitengewoon imposant uit, maar het had heel weinig om het lijf. Ik herinner me wel dat hij dus de doodgewone kokosnootdoppen met zeemleren randjes omplakt had, en dat was het hoefgetrappel. En dat leek er ook op, maar dat was helemaal niks bijzonders, want dat bestond al lang bij het grote toneel ook. En ik weet ook dat hij kleine blokjes hout aan draadjes, aan touwtjes geregen, en die in een raam hingen, die liet hij zo op de houten grond komen. En dan leek het inderdaad net, als daar een microfoon op de juiste afstand van geplaatst was, of daar een leger aan gemarcheerd kwam. Kort en goed, zulke bijzonder eenvoudige dingen had die man gemaakt. En dat was onze eerste akoestische uitrusting, weet ik wel. Daar waren we buitengewoon tevreden over en dat is wel het begin geweest. Later is toen het gebruik gekomen om akoestische opnamen te maken, waar je natuurlijk eerst eens een veel juistere geluidsweergave mee kon bereiken. En ook een veel omvangrijker arsenaal van alle mogelijke en denkbare gedruizen mee kon tot stand brengen. En toen werd dus het akoestisch decor op die wijze gemaakt. Maar in de begintijd inderdaad hebben we allemaal geschutterd met de zonderlingste voorwerpen en toestanden om zelf geluiden te maken. En ook krakende deuren en open en dichtgaande deuren. Daar waren wij zo nadrukkelijk op belust. Dat was eigenlijk onzinnig, maar dat ontdekten we pas later. Het is niet zo dat je dus in het gewone leven, tenzij iemand nou weggaat en opzettelijk met in grote boosheid een deur hard achter zich dichtgooit, dan krijgt dat geluid van die deur een functie. Dat betekent wat. Het houdt wat in. Maar in de gewone omstandigheid is het geluid van een open en dichtgaande deur nauwelijks van enige betekenis, van enige functie. En dat ontdek je ook niet in de gewone gang van zaken, maar wij wilden dat er altijd erg graag in hebben. En later zijn we daar natuurlijk van afgestapt en toen kreeg het veel minder. Want juist dit zogenaamde realisme was eigenlijk heel irreëel, want in werkelijkheid let je daar niet op al die gedruizen. Het maakte het alleen maar rommelig en roesemoesig en vervelend. Geluidsproblemen deden zich natuurlijk legio voor. Alleen de meest sprekende zijn in de herinnering blijven hangen. Zo vertelt bijvoorbeeld Willem van Capelle. Luiden, ja, daar zat je erg mee. En zo herinner ik mij. Dat was een stuk, een naam weet ik ook niet meer, maar het was een schip. Het was er in de noordelijke IJzing. En dat raakte beklemd tussen ijsbergen. En dan stond er in het manuscript, je hoort dan van het kruien van het ijs en tenslotte wordt dat schip tussen twee bergen gekraakt. En daar tussendoor de kreten van de bemanning enzovoort enzovoort. Ik zei, ja, dat kruien van het ijs en dat kraken van dat schip, dat is me toch nogal een opgave. Ik wist op geen stukken naar hoe ik dat zou moeten realiseren. Nou, we hebben dan een paar dagen al lopen te zoeken en zo, en op het laatst hebben we dan gevonden dat kruien van het ijs
met wat cellofaanpapier zo te bewegen voor de microfoon. En tenslotte met een leeg lucifersdoosje gekraakt. En het was dan. En dat vermengd met de kreten van de bemanning en de, al die dingen meer. Nou, dat was reusachtig geslaagd. Er zijn toen vele brieven opgekomen. Maar ik wil maar zeggen, wat moest je vroeger nog zoeken om een bepaald geluid te vinden? Nou, geloof ik ook wel dat we in de begintijd te veel geluiden wilden maken, hoor. Ja. Dat naderhand ben je tot de conclusie gekomen dat alle overdaad schaadt. En dat een geluid ook zijn werking mist als het overdadig wordt toegepast. Hè? Neem bijvoorbeeld het café-rumoer. Ja, dan hoor je allerlei stemmen en zo. Wat een dwaasheid. Het is dikwijls wel nagenoeg stil in een café. Dat hoeft toch altijd niet zo luidruchtig te zijn. Want hoe vaak komen niet zakenlieden bij elkaar in een café om daar wat zaken te bespreken? Dat zou ze in zo'n rumoer nooit doen. Er zijn altijd wel stille plekjes. Maar al die overdaad, hè. Men, een straatrumoer, dan moest je fietsen horen, je moest auto's horen rijden, je moest ik weet niet wat. Daar zijn we zo zoekjes aan wel van teruggekomen. Hè? En ook Karel Rijken weet er van mee te praten. Bijvoorbeeld waterklotsen. Er was een hele grote bak met water gemaakt. Groot, ja, grote bak. Met een rat erin. Zoals een man. Dus, en ik deed in het begin alles, want toen was er geen geluidsman. Dus dan stond ik beneden met een koptelefoon. En dan draaide ik. Maar nu in de winter kropen daar al de muggen in. Dan doe ik altijd iets waanzinnigs. Dan stikte je van de muggen. Maar, nou ja, maar er waren helemaal geen geluidsplaten, hè. Absoluut niet. Dus alles werd gemaakt in de studio. En dan deden alle mensen mee, hè. Want we hadden een hoorspel van een circus. En toen lagen we er op de grond, Hattie Beck en ik. Met kokosnoten op het kleed te slaan voor de paarden. Nog had hij een opleiding in Berlijn gehad, hè, voor toneel. Dus had ik zo zeggen, heb je ook niet gedroomd in Berlijn dat je dit nog eens moest doen? Ja, er zal toch ook wel veel gelachen zijn in die tijd. Er is zich altijd weer nieuwe situaties en ontdekkingen voor. Kommer Klein was bezig met een stuk van professor van Moerkerke over Alfred Nobel, de uitvinder van het dynamiet. En daarbij hebben we ook voor het eerst eigenlijk gebruik gemaakt, zou je kunnen zeggen, wat we eigenlijk nooit het gevoel voor hadden gehad van een echokelder. Hij had bijvoorbeeld een stuk geschreven over Alfred Nobel. En er gebeurt een ogenblik een ongeluk met een dynamiet en het laboratorium vliegt de lucht in. Dus een geweldige explosie. Maar de geraffineerde platen, zoals we die nu kunnen gebruiken, die waren er toen niet, hè. Dus hoe moesten we dat doen? De oude Engweg, dat was ook een heel primitieve studio, maar er was een kelder, nogal een diepe kelder en een grote kelder, met een trap die naar beneden ging, een lange trap. En toen hebben we het geprobeerd en dat bleek een geweldig effect te zijn, toen hebben we een stuk of 6-7 kisten die keldertrap af laten donderen. En dat gevrachtig met die galm van die kelder erbij, dat gaf een prachtig effect. En toen hebben we naderhand, dat was eigenlijk een openbaring voor ons. Toen hebben we bij een tweede hoorspel van Moerenkerken, dat was een hoorspel over Luther. Hè, zo hebben wij dit laten beginnen met de stem van Luther. Hier sta ik kan niet anders, God help mij. En die lieten we komen, dan dat het zo leuk zijn. Die stem laten we komen door de echo, hè, door de kelder heen. Toen hebben we voor het eerst een echokelder toegepast die wat ruimte en galm gaf. Bij deze zin van Luther, hè, bij de aanvang van het hoorspel. Maar alle andere dingen, dat weet je zelf ook wel, die moesten we zelf maar verzinnen als we geluiden moesten hebben. Hè. Dus behalve dat iemand, en we hadden geen inspiciënt, dus behalve dat iemand zijn rol te spelen had voor de microfoon, moest hij ook nog dienst doen om mee te helpen de geluiden te produceren. Nou, wij hadden er ook al dan het voorbeeld van het toneel. Je weet het wel, voor een onweer gebruikten wij een zinken plaat, hè, die er hing, die heen en weer schudt. Voor regen gebruikten we een kistje met erwten, en die we zo heen en weer lieten schommelen. Voor wind hadden we een windmachine,
waar we nog wel eens een onprettige ervaring mee hebben gehad. Doordat de scharnieren of de dingen niet gesmeerd was, waardoor hij mee piepte en dat hij wind gaf. Hè. En ja, wat hadden we nog meer? Een trein, een trommel met, ik weet niet hoe het heet, met zo'n, zoals we nu ook wel gebruiken, bij ritmische muziek, hè, die je zo... Huh? Met kogeltjes erin? Ja, ook, nee, geen kogeltjes erin, maar die lieten over dat trommelvlies gaan. Hè? Ja, ja. En watergekabbel, dat werd gedaan met een emmer water met een stukje hout erin. Hè? En dat moest een acteur, die moest er maar even gebukt bij gaan staan om het te gaan doen. Hè? Paardengetrappel, nou ja, ook weer van het toneel afgenomen, een paar lege kokosschalen, halve schalen. En je strok je niks aan of het harde grond was of zachte grond was. Je deed het maar op een muur, hè. Maar de mensen accepteerden het toen, hè. En er gebeurde ook wel eens ongelukken. Als je dan een verhaaltje wil hebben, bijvoorbeeld, ik deed zelf veel aan de geluiden. Ik weet wel, Voordoor of Vlaanderen, dus dat was er in 38. Maar toen hadden we nog geen platen voor geluiden. Er moest een deur ingetrapt worden. En ik stond, was tegen het eind van het stuk, en had er een kist ervoor. En ik volg gespannen met de tekst in de studio, de loop van de handeling. En toen het moment komt, dan neem ik een grote sprong boven op die kist. Bang! Het geluid, het effect was geweldig. Maar het deksel, dat bleef, de spijker was door mijn voetzool heen gedrongen, bleef op mijn voet hangen. De mensen hebben zich beheerst, en het gelukkig was het eind van het stuk. En hetzelfde hadden wij met, Charlie Chan, dat was een detectiveserietje. Daar was ik zo nummer 1 in en moest water brengen bij Charlie Chan. En moest dan zeggen, Charlie Chan, zoon nummer 1, brengt u hier het waswater. En het woord water kwam er niet uit, want ik glipte, dat we hadden toen nog een gummivloer uit en viel met het waterbakje en het water lang uit over de vloer heen. Hè. Tot grote hilariteit van de mensen, maar natuurlijk, het was het live uitzending, het werd beheerst. Maar dat zijn dingen die toen konden gebeuren, omdat je zelf al die dingen moest doen. Hè. En gevraagd naar mogelijk heel gekke herinneringen, komt er nog een mooi verhaal. Ik weet wat wij eens een stuk speelden waarin we Eskimo gezang moesten hebben. En dat was er niet. Dus wij hebben wat gedaan, en dat was met Magda Janssens, Constant van Kerkhoven, Nico de Jong, Elias van Praag en mijn persoontje. En toen denk ik, nou weet je wat we doen jongens, we hebben even gerepeteerd, want we konden het niet opnemen. Dat werd dan, kijken of dat iets is. Dus ik stond bij de vleugel en ging met mijn handen op de vleugel trommelen. En wij deden niks anders dan. Enzovoorts, hè. Nou, we kregen nader een brief hoe we aan die prachtige en juiste geluiden waren gekomen. Dus je moest zelf maar iets verzinnen. Maar in ieder geval, al was het niet goed, het gaf de sfeer aan. En toen S. de Vries vanaf 1928-29 losse opdrachten vervuld te hebben, in 35 vast aan de omroep kwam, was het nog steeds behelpen. Nou ja, kijk eens, in de eerste plaats, er waren natuurlijk geen geluidsplaten. Alle geluiden die je moest hebben, moest je zelf maken. In die tijd waren er ook geen inspecenten. Acteurs deden alles. Die liepen, die draafden, die kuchten, die hoesten. Die draaiden de windmolen. Die deden alles zelf. Niet waar? Daar komt nog bij dat ik een ontzettende hekel had aan dat helse lawaai dat zo vaak uit de luidsprekers kwam. Dus ik heb van begin af aan, in het allereerste begin, dadelijk geprobeerd dat op een of andere manier te ondervangen. Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld een massa nodig had. En een massa is een afgrijzelijk iets, hè. Vooral als je hem nog zelf moet maken ook. Nu heb je massa's op de plaat enzovoort, maar dat had je toen niet. Geluiden, massale geluiden vooral. Ook het neerzetten van theekopjes en koffiekopjes enzovoort, deuren enzovoort, heb ik van begin af aan een enorme hekel aan gehad. Je kunt ze natuurlijk, je kon ze niet helemaal negligeren, maar je kon ze wel zoveel mogelijk op een andere manier ondervangen. Ik heb dat veel gedaan met muziek. Ik heb veel samengewerkt met Hugo de Groot
die dan met het Vara Symfonieorkest de hoorspelen muzikaal illustreerde. Gedeeltelijk gecomponeerd, gedeeltelijk gearrangeerd, gedeeltelijk geadopteerd. Zoals ze dat ook bij de film deden in de bioscoop. Wij vroegen aan Kommer Klein welke waarde hij aan het geluid hecht. Nou, ik vind het functie van het geluid eigenlijk zeer belangrijk. Ik vind een hoorspel ook wel totaal zonder geluid zijn. Maar ik vind het geluid, zoals we dat vroeger altijd zeiden, en eigenlijk nog, zo is het toch, vervangt eigenlijk het decor. Hè. Ik vind een akoestisch effect kan prachtig zijn, hè, en kan de handeling stimuleren. Ik vind, je hoeft niet altijd de deuren te laten horen. Als hier iemand mee de kamer binnenkomt, dan hoor ik ook die deur niet. Hè. Of hij moet hem dicht smijten, ja. Dat is iets anders. Mm-hmm. Maar dat vind ik dingen, die kan je, en ik laat ze ook wel eens weg hoor. Dat ik denk, dat is nog niet nodig. En ik vind ook bijvoorbeeld, zoals we vroeger wel deden, als je bijvoorbeeld een schreeuwende volksmassa hebt. Ja, die wel 5 minuten onder een scène staat. Dan ben ik ervoor om dat in het begin even aan te geven en de rest of heel zwak erachter te houden of eigenlijk totaal weg te laten en aan het slot misschien nog even te laten opkomen. Hè? Maar niet om het constant eronder te houden. Hè? Aangeven dat men even weet dat is er aan de hand, hè? Maar dan verminderen of weglaten. Ga je zelf na, als je nu in de trein zit, als je pas weglaat dan hoor je hem. Maar je gaat zitten lezen of je komt een gesprek, dan hoor je die trein niet meer. Dus waarom moeten wij hem altijd maar laten horen? Nee, dat vind ik helemaal niet nodig. Ik heb dat voor het eerst gehoord, dat ze het zo deden, bij de BBC. Hè? Toen hoor ik hier een Engels hoorspel, en toen denk ik, verrek, ik hoor niks meer. Hè? En dat deed me in het begin heel vreemd aan. En dan dacht ik, god, ze hebben eigenlijk gelijk. Dan gaven ze in het begin, waar het nodig was, gaven ze het aan, en dan werd het weggelaten. Ja. Verder. Hè? En wat is zijn standpunt ten aanzien van het vervangen van geluid door muziek? Ja, daar ben ik een erge voorstander van. Ik heb wel eens een gesprek over gehad met een journalist. Die vond het, zegt, laat die muziek toch in godsnaam weg. Hè? Maar ik vind, als de muziek goed gekozen is, dat het ook een stimulans is. En dat het sfeerverrijkend is, als het ware. Hè? Ik, als een voorbeeld te noemen, als ik nou, wat we vroeger eens uitgezonden hebben, een serie van Desiree, die roman. Hè? Mm-hmm. En dan hadden we uitstekende muziek bij van Mulet. Wat was dat ook weer? Nou ja, ik weet het niet meer. Maar dat vond ik onmisbaar eigenlijk. Dat vond ik eigenlijk er eigenlijk aan vastzitten. Ik vond het een geheel met het stuk. Dat was een bijzondere, gelukkige greep geweest om die muziek te nemen. En er werd bijvoorbeeld in winkels geadverteerd. Hier hoort u de muziek van Desiree. Huh? Tuschinski, daar stond hier, wij spelen de muziek van Desiree. Huh? Dus als het, maar het moet verantwoord zijn en de muziek moet werkelijk een functie hebben in het stuk. Hè? Daarom is de keuze van de muziek zo belangrijk. Hè? Het hangt helemaal af van de karakter van de scène en van het stuk dat je zegt, nee, ik gebruik hier geen muziek, ik hou hier even een stilte. Hè? En het kan ook zijn dat ik zeg, nee, die stilte, die maakt het even kapot, die verbreekt het. Ik wil hebben dat het doorgaat en in die muziek, dat die het overneemt. Hè? En Karel Rijken stelt vast... Er kwamen natuurlijk hoorspellen waar de dialoog het belangrijkste was. Ja. En waar dan... Maar dat heeft toch wel een paar jaar geduurd, hoor. Mm-hmm. Want die hoorspelregisseurs die vonden dat geluid toch wel erg belangrijk. Was het niet altijd zo mooi en dacht je, nou, dat lijkt op niks. Het is nou wat anders, alles zit op platen en is vastgelegd, dus dat is natuurlijk een hele andere zaak. Maar het heeft toch wel een paar jaar geduurd eer dat men... Ja, nou, de Vries schreef zelf dialoog, dus dat was dan wel... Ja, maar die hield toch wel ook van geluid, de Vries, hè? Vroeger, en nu hebben we het dus over voor de oorlog, moesten dus alle geluiden zelf gemaakt worden. Men gebruikte daarvoor, zoals u hoorde, allerlei attributen. Kokosnoten, losse deuren, trappenstellages, eenvoudige windmachines. De grote attractie voor elk studiobezoek. Een bak of bad met water... gebruiken we nu nog, enzovoorts. Een paar jaar voor de oorlog werd het toen op bescheiden schaal mogelijk geluiden op platen vast te leggen. Met behulp van een reportagewagen bijvoorbeeld. Bij moeilijk bereikbare objecten werkte men zelfs al met een kleine zender op een boot... die het op te nemen boegwatergeluid naar de wal uitzond waar het werd opgenomen. Er zijn in die tijd heel wat platen gemaakt, maar tal van objecten bleven toch buiten het bereik van de techniek.
Pas toen na de oorlog de geluidsband, de magnetofoon ter beschikking kwam, werden de mogelijkheden bijna onbegrensd. Er werden voor die tijd ook wel opnamen gemaakt bij rechtstreekse uitzendingen vanuit bijvoorbeeld een stadion, omdat de reacties van het publiek later dan in een hoorspel gebruikt konden worden. En zo maakte iedere omroep dan zijn eigen archief, je. Die werden echter later samengevoegd tot één groot archief voor gezamenlijk gebruik. Er werden zogenaamde moederbanden van alle geluiden gemaakt, banden die dus niet in de uitzending werden gebruikt, maar waarvan men een onbeperkt aantal kopieën kon maken op platen. Een speciale technicus werd er gestationeerd die er een fulltime job aan kreeg. Deze man ging er ook op uit met zijn apparatuur om oude opnamen opnieuw te maken of de sortering aan te vullen, en dat doet hij nog. De grammofoonmaatschappijen brachten ook tal van geluidsplaten in de handel. En zo werd het archief enorm uitgebreid. En toch is er nog vaak genoeg net niet dat aanwezig waar je naar zoekt. En hoe kan het ook anders? Hebt u er wel eens aan gedacht hoeveel variaties op één geluid mogelijk zijn? Neem dan bijvoorbeeld het treingeluid, doodgewone trein. Er zijn stoomtreinen, dieseltreinen, elektrische treinen, lokaaltreinen, internationale treinen, goederentreinen. Die hebben heel eigen karakteristieke geluiden. En van deze serie heb je dan weer twee mogelijkheden voor opname. De microfoon in de trein en buiten de trein. Dat zijn dus al 12 series waarvan je zou moeten beschikken over de volgende effecten. Het langzaam, gematigd of snel optrekken. Het langzaam, gematigd of snel rijden. Het rijden over wissels, langs overwegpingels, over een ijzeren brug, onder een stenen viaduct door met geluidweerkaatsende wanden, of in het open veld, passeren van een overdekt station, vaart minderen, sterker afremmen, noodrem, binnenrijden in een station, lange of korte uitloop, rangeren, partieren, schuifdeuren, automatische deuren, enzovoort. Dat zijn nou al ruim 200 effectenvariaties die je kunt krijgen als je vraagt, zeg, kun je me even wat treingeluid sturen? En dat is dan nog maar één van de ontelbare hoofdstukken uit het geluidenregister van het archief. Je kunt er echt wel wat mee doen, al is het dan niet alles. Altijd staat men nog voor problemen waar wel even over gedokterd moet worden. Want ook niet alle geluiden die in de realiteit zijn opgenomen zijn als zodanig herkenbaar. Dat is heel merkwaardig. Een haardvuur met lekker knappend hout lijkt nergens op als je het via de microfoon hoort. Evenmin het afbranden van een huis, enzovoorts. Nu hebben we het al verschillende keren gehad over het realistische geluid. Dat wil dus zeggen, gezien het voorgaande, het geluid dat de realiteit suggereert. Er zijn, afgezien van de geluidsvoerspelen uit de begintijd, toch altijd nog veel spelen die om realistisch geluid vragen. Een blaffende hond kun je nu eenmaal moeilijk styleren, auto's of treinen evenmin. Dat geluid nu heeft op verschillende manieren toepassing gevonden. Ten eerste als zelfstandig geluid met een dramatische functie. Bijvoorbeeld dan die trein. In het hoorspel Hoogspanning, waarin twee monteurs en een leerling met hun dode makker over het spooremplacement zeulen en ineens plat op de spoorbaan moeten gaan liggen om niet door een naderende trein te worden opgemerkt. Plat blijven liggen. Hij komt eraan. Atanasi. Hij komt werkelijk hierheen. Ik zie het. Hij zal toch niet over dit spoor rijden? Laten we hopen van niet. Hoezo hopen? Als het de trein van 9:15 is, dan moet hij over wissel 24 gaan. En achter deze wagons langs rijden. En als het een andere trein is? Kijk uit, daar komt hij. Dan is het de trein van 9:15, hè? Ten tweede als reële plaatsbepaling. Dus waar zijn we? Zoals in het hoorspel Vliegtuig op Hol, waarin een vrouw alleen in een sportvliegtuig rondcirkelt
terwijl het grondstation moeite doet contact met haar te krijgen. Janet, hallo Janet, pak die microfoon met je linkerhand. Het stuur hoef je niet met twee handen vast te houden, dat doe je met je rechterhand. Dat durf ik niet, dan val ik naar beneden. Janet, dit is dood eenvoudig. Ik ken dat toestel van Dick, ik vlieg er zelf mee. Die microfoon zit voor het grijpen. Pak hem, druk op de knop en praat. Maar als ik mijn vingers loslaat, dan gaat de ene vleugel naar beneden en de andere... Nee, toch Janet, niet. Janet, links maar als ik bij verder de vooruit, daar zit hij. Dat is ik ook wel. Pak hem nou. Maar ik ben zo bang. Er gebeurt heus niks. Op jouw verantwoording dan, dokter. Maar als ik... Val... Janet, hallo. Oh, hallo, Janet, ik moet met je spreken. Pak nou die microfoon en druk op de knop. Oh ja, die knop. Hallo? Ten derde als sfeerbepalende factor. Zoals de nachtegaal in een romantische scène. Waar luister je naar, lieve? Een nachtegaal. Daar, in de boom. Nee. Ga niet aan het raam staan. Je zou hem misschien aan het frikken maken. Verrukkelijk is dat. Gelukkig zijn er soms dingen waar je je oren mee kunt strelen. Het zingen van de golven. De wind die huilt. Het water dat lacht. De vogel die zingt. Wat ben jij romantisch, vrouwtje. En dan de geluiden die twee of alle drie van deze functies tegelijk hebben. Veel later kwam men pas tot de toepassing van het irreële geluid, waaronder we de geluidsvervormingen mogen rekenen en de elektronische klanken. Hier bijvoorbeeld een hypnosescène uit De Sprong in het Heelal. Hallo, Jeff. Lieve hemel, net doet die radio niet meer. Wat is dat? Dat geluid? Daar heb je weer hetzelfde geluid van. Hallo, Jeff. Hallo, Jimmy, wat is er? Ja, Jeff, oh ja, het is er weer, ik... Jimmy! Jimmy! Hoor je me? Jimmy! Kon ik maar even gaan slapen, ik voel me zo moe. Jimmy! Antwoord, Jimmy! Jimmy! Hou nou op, Jeff. Hoe kan iemand nou slapen met dat geschreeuw aan zijn kop? Jimmy, je mag niet slapen, versta je? Natuurlijk mag ik gaan slapen. Jawel. Hey, wie was dat nou eigenlijk? Wie is wie? Hè? Oh, iemand zei dat ik mocht gaan slapen. Ik heb niemand gehoord. Wees flink, Jimmy, en blijf wakker. Hij is veel te moe. Ga maar liggen, Jimmy. Dan voel je je veel beter. Ja. Ja, dat wilde ik ook gaan doen. Ik ga nou liggen. Hallo, Jimmy. Hij is beslist in slaap gevallen, dokter. Hij antwoordt niet meer. We moeten naar hem toe. Welke richting uit? Daar komt het niet op aan, Mitch. De afstanden zijn ongeveer gelijk. Laten we dan in dezelfde richting doorgaan. Kom, en laat hem voortdurend oproepen. Dat houdt hem misschien wakker. Hallo, Jimmy. Hallo, Jimmy. Het werd ook mogelijk geluiden die men nog nooit gehoord had en ook nooit zal horen over te brengen, die in een bepaald verhaal sterk tot de verbeelding spreken. We denken hier aan de zwerftocht van Microbus 666 door het menselijk lichaam, waar hij in het inwendige oor tekst en uitleg krijgt. Die trillingen stoten tegen het tympaan dat op zijn beurt in trilling komt. Is dat duidelijk? Ja, dat is volkomen duidelijk, ja. Aan het tympaan is die onmetelijke arm gesoldeerd van de hamer die dan in beweging komt en op het aanbeeld slaat. Van het aanbeeld wordt de trilling overgeplant naar een derde en vervolgens naar een vierde stuk. En die heten respectievelijk het os lendularis en de stijgbeugel, daarvoor u. Oh. Vervolgens gaat het geluid over naar het inwendige oor. Een nieuw geluid. Je ziet wel dat alles goed afgesteld, goed gesmeerd en goed georganiseerd is. Ja, zeker, ja. Maar die geluiden, die boodschappen, begrijpt u die? Daar zijn die bureaus in de hersenen voor. Hier hoeven we niets te begrijpen en niets te verklaren.
Verder zijn er heel wat science fiction hoorspelen geweest, waarin geluiden moesten worden gesuggereerd, die ook niemand ooit gehoord had, maar die als hij tijd van leven heeft, misschien toch nog ooit aan de werkelijkheid zal kunnen toetsen. Weet u bijvoorbeeld wat een vliegende schotel voor een geluid maakt? Als die geluid maakt, wie zal het zeggen? En hoe het dan klinkt als hij weigert? In de serie Sprong in het heelal was de schrijver bijzonder kwistig met dit soort dingen. Er zijn toen een kleine 200 niet bestaande en misschien ook niet bestaanbare geluiden gecreëerd. De start van een raket had toen nog niemand in Europa zelf gehoord. De eerste foto's inspireerden ons tot de volgende geluidssuggestie, die achteraf toch helemaal niet zo met de werkelijkheid bleek te verschillen. Wij vragen uw aandacht voor onze tweede serie luisterspelen over de ruimtevaart, Sprong in het heelal. En onder geluid moeten we toch ook wel de muziek verstaan die aanvankelijk te pas en te onpas werd gebruikt. Het zij om een bepaalde sfeer te benadrukken, het zij om een bepaalde spanning op te voeren, of alleen ook maar om de stilte te vermijden tussen twee scènes. Nadat men oorspronkelijk zijn lusten op het geluidsdecor had botgevierd, kwam men tot de ontdekking welke kracht het woord eigenlijk had. Men ging begrijpen dat een overmatig gebruik ook hinderlijk werd, al was het maar om het luide karakter, waardoor dan ook telkens met stemverheffing moest worden gesproken. Maar met het zacht gesproken woord kon je veel meer doen, het was veel indringender, begreep men. En zo won de opvatting langzaam terrein dat geluid alleen maar dan mag worden toegepast als het een functie heeft. Nu zullen we ook nooit meer een scène horen die zich in een huiskamer afspeelt waarvan het begin tot het eind een klok tikt, omdat die daar nou eenmaal hoort te staan. Wij horen onze eigen huisklokken niet eens meer slaan, dus waarom zouden we dan dat tikken voortdurend nog moeten horen? En nu een kleine paradox. Het sterkste geluidseffect is het wegvallen van het geluid. De volmaakte stilte. Maar dan geen lege stilte, maar een stilte die zwaar geladen is. Een voorbeeld. In het hoorspel De Neger wordt een neger door een blanke geprovoceerd. De blanke valt ongelukkig en blijft dood op straat liggen. De neger wordt op de onjuiste beschuldiging van moord ter dood veroordeeld. Aan de vooravond van de dag waarop de neger opgehangen zal worden, komt een sergeant van verlof uit het oosten. Hij heeft gevochten voor de vrijheid en het behoud voor de menselijke rechten. En hier spitst zich dan het conflict toe tussen de blanke en die sergeant. Goedenavond, sergeant. Goedenavond. De koffie? Komt in orde. Met verlof, sergeant. Huh? Wat? Ik vroeg of je met verlof bent. Ja. Nou, niet erg spraakzaam, sergeant. Heb je meisje hier laten zitten? Bemoei je er niet mee. Ja, pak je toch niet kwaad, beste jongen. Het was maar een lolletje. Laat me met rust. Rust, rust. Alweer eentje die rust wil. Oh, Nico's song. Nobody knows the trouble I have seen. Een toepasselijk plaatje. Zeg, zeg, Evans. Ja? Evans, hoor je dat? Een afscheidsnummertje voor je vriend Robinson. Schoft, zet die plaat af. Ja, kalm, kalm, sergeant. Zet dat ding af, over. Er zijn mensen die daarnaar luisteren, sergeant. Zet dat ding af! Je bent hier niet in het front, beste jongen. Wat voor gek, zet die grammofoon af. De sergeant wil die Negro-song niet horen, meneer Evans. Die sergeant kan opvliegen. Zet aan dat ding. Dat ding blijft af. Nou. Hoe zit het? Had die grammofoon nog aan of niet? Nee. En waarom niet, sergeant? Als ik vragen mag. Hij kan niet goed tegen afscheidsmuziek.
hier hebben we eerst een geluid dat wegvalt, de grammofoon. Maar ook de stilte in het gesprek houdt ons in spanning, omdat onze geest doorborduurt op het laatst gehoorde dat ons te denken gaf, of waarnaar wij met groeiende spanning wachten op de reactie van de ander. Volledigheidshalve moeten wij natuurlijk ook nog even het sfeerbepalende geluid aanstippen dat de stem krijgt door de akoestiek. We hebben al wat voorbeelden laten horen van het effect door toevoeging van echo of galm, door gebruik van filters zoals in telefoongesprekken waarvoor men vroeger een oorschelp van een koptelefoon gebruikte. En ook de droge ruimte, de ruimte die alle stemgeluid absorbeert, waardoor we de suggestie krijgen dat we in de open lucht staan, hoort erbij. Voor bepaalde buitenscènes is die dode ruimte toch niet de ideale oplossing. Er gaat niets boven de vrije stem in de werkelijke natuur. Heel goed hebben we dat destijds ondervonden met het hoorspel Dood in the Jungle, waarbij de overlevenden van een neergestort vliegtuig door het oerwoud trekken. De stemmen klinken door het bos helder en dragen ver. Deze scènes werden hartje winter gemaakt in de tuin van een der oproepgebouwen. Het effect van die verdragende stemmen die elkaar doorgeven dat de rivier in zicht is, was toch wel suggestief, luistert u mij. De rivier! En tot slot kunnen we u dan nog een voorbeeld aanhalen van een oud hoorspel dat speciaal op de toepassing van het geluid werd geschreven. Het geluidenhoorspel, waar we het al vaker over gehad hebben. Het gaat over een tot levenslange gevangenisstraf veroordeelde neger die in zijn cel mijmert over zijn thuis, zijn vrouw, het leven buiten die vier muren. Hij loopt heen en weer in zijn cel. Tot levenslang. Present. 387. 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 Present. Kan buiten. De regentijd is voorbij. Levenslang. Nu zijn we 2 jaar getrouwd. Levenslang. Morgen is het kerstfeest. 387. Morgen is het Pasen. Pinksteren. Pasen. 387. Pinksteren. Pasen. Pinksteren. Pasen. Levenslang.
De vangst is slecht dit jaar. De bananen zijn rijp. Wat wordt er gezeind? Er is een aap geschoten. Vlees in het woud. Levenslang. We hebben zo toch wel een inzicht gekregen in hoe het hoerspel ontstond en zich ontwikkelde tot een kunstvorm die tallozen heeft geboeid en nog boeit. Welke toekomst zal het tegemoet gaan? Zal het zich kunnen handhaven tegenover de televisie? Het is moeilijk om voorspellingen te doen. Het ontspanningshoerspel zal vermoedelijk verdrongen worden door de tv, omdat het gegeven van dat soort spelen ook via dat medium kan worden gerealiseerd. Bij de radio zal de weg waarschijnlijk open blijven om zich geheel aan het zuivere hoerspel te wijden, dat niet door een ander medium kan worden gebracht. Voor het literaire hoerspel in het bijzonder liggen hier grote kansen. In vergelijking met andere kunstuitingen mogen wij waarschijnlijk wel veronderstellen dat het echte hoerspel niet zal verdwijnen. Is de schilderkunst bijvoorbeeld verdrongen door de fotografie? Is het toneel verdwenen toen de film kwam? Zolang er een aparte kunstvorm bestaat, zullen er altijd beoefenaars blijven, evenals bewonderaars. En met dit perspectief voor ogen zien wij dankbaar terug op het werk dat door tal van pioniers is verricht, omdat we erop kunnen voortbouwen. Want het hoerspel is nog steeds in ontwikkeling, steunend op de verworvenheden die we hebben trachten te preciseren in deze reeks documentaires over de geschiedenis van het hoerspel. De geschiedenis van het hoerspel. Samenstelling, productie en regie, Leon Povel.